ॐ प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुशमाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मनैव महात्मना ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय मां जय भगवती मां फन हार्ट वेलकम wederom bij deze uitzending in het kader van Navaratri die ik voor u aan het maken ben. Het is alweer de zesde dag van Navaratri, de zesde gedaante van Mata Durgaji. En deze gedaante die staat bekend onder de naam Mata Katyayani. Mata Katyayani staat bekend om haar moed, haar vastberadenheid. En ze heeft ook het vermogen om alle kwaad te vernietigen. Ze wordt aanbeden door toegewijden die op zoek zijn naar innerlijke rust, innerlijke kracht, overwinning op vijanden en groei op het spirituele pad. Mata Katyayani is een godin van strijdlust, maar ook van rechtvaardigheid en integriteit. Mata Katyayani werd geboren als een krachtige manifestatie van Durgaji om de raakjes Mahishasur te verslaan. Volgens de kathas uit de Puraans deed de wijze Katyayan grote tapasya, een intense verering om de genade van Durga Mataji te krijgen. In antwoord op zijn devotie verscheen Durga Ma in de vorm van Katyayani. Dit gaf haar de naam Katyayani dus, naar de wijze man genoemd door wiens tapasya zij verscheen. Zij wordt afgebeeld met vier armen, waarbij ze in haar handen een zwaard en een lotus vasthoudt. Haar andere handen zijn in de houding van zegen geven, wat haar kracht en bescherming symboliseert. Ze wordt vaak afgebeeld op een leeuw, wat haar moed en kracht benadrukt. De zegeningen van Mata Katyayani helpen ons om obstakels te overwinnen en innerlijke kracht te ontwikkelen. Ze schenkt haar toegewijden dan ook kracht en moed. Ze helpt ons om onze angsten en onzekerheden onder ogen te zien en die te overwinnen. Overwinning op negativiteit leert ze ons. Ze vernietigt kwaad en helpt ons om obstakels en uitdagingen in ons leven te overwinnen. Ze leert ons rechtvaardigheid en harmonie. Als Devi van rechtvaardigheid brengt ze harmonie en evenwicht in ons leven en in de samenleving. Ze is de Devi van zuiverheid en onschuld. In sommige tradities wordt ze aanbeden door jonge vrouwen die haar vragen om zuiverheid, goede gezondheid en een gelukkige relatie te krijgen. Een belangrijke katha verbonden aan Mata Katyayani is haar strijd tegen Mahishasur, de Rakshas-koning die door de zegen van Brahmaji onverslaanbaar was geworden. Hij veroorzaakte chaos in alle werelden en niemand kon hem stoppen, zelfs de goden niet. Om de devis en deeltas te redden, verscheen Durga Ma in de vorm van Katyayani om Mahishasur te verslaan. De strijd tussen Matarani en Mahishasur duurde 9 dagen, waarbij Katyayani Mataji uiteindelijk op de 10e dag Mahishasur versloeg en vrede herstelde in het universum. Deze katha toont haar vermogen om kwaad te vernietigen en rechtvaardigheid te herstellen. Daarnaast wordt Mata Katyayani in sommige verhalen ook geassocieerd met de gopis van Vrindavan. De gopis die gingen bidden tot Mataji in de hoop dat ze gezegend zouden worden met Bhagwan Krishnaji als hun echtgenoot.
Deze katha benadrukt haar rol als de Devi van liefde en zuiverheid. Mata Katyayini wordt aanbeden door mensen die kracht nodig hebben om uitdagingen aan te gaan. Of het nu gaat om persoonlijke obstakels of professionele hindernissen. Ze helpt ons om leiderschap en moed te ontwikkelen. Vooral wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke beslissingen. Mataji leert ons om obstakels te overwinnen in zowel persoonlijke als professionele leven. Ze leert ons rechtvaardigheid en waarheid te omarmen, wat belangrijk is in situaties waarin we worden geconfronteerd met oneerlijkheid en corruptie bijvoorbeeld. Ze leert ons om zuiverheid en innerlijke rust te bereiken, wat essentieel is voor het spirituele pad natuurlijk. In de moderne wereld helpt Mata Katyayini ons om ons zelfvertrouwen te vergroten, om juiste beslissingen te nemen. En ze helpt ons om onszelf te beschermen tegen negativiteit. Haar aanwezigheid in ons leven kan een bron van kracht zijn in moeilijke tijden. Naast de gebruikelijke puja, paard, mantras die u reciteert, kunt u ook deze dag de mantra van Mataji reciteren. De mantra is Om Devi Katyayini Namaha. Nogmaals, Om Devi Katyayini Namaha. De kleur van Mataji, als u in de termen van bloemen denkt, dat is rood. Mataji houdt heel veel van rode bloemen, maar in het bijzonder van rode rozen. Deze dag kunt u die aan haar offeren. De kleur van de kleding die u kunt dragen is rood. Rood die representeert vitaliteit en kracht. Samenvattend kunnen we het volgende leren. Mata Katyayini belichaamt de kracht om te strijden tegen onrecht en kwaad. Haar zegeningen kunnen ons helpen om onze uitdagingen met moed en vastberadenheid te overwinnen. Ze is de Devi die rechtvaardigheid, balans en harmonie in ons leven brengt. Net als in haar strijd tegen Mahishasur helpt ze ons om de demonische en negatieve krachten in ons leven te bestrijden. Of het nu gaat om angsten, obstakels of negatieve invloeden. Als we haar aanroepen, schenkt ze ons de kracht om rechtvaardigheid te handhaven en te handelen met integriteit. Dit was het voor vandaag. Mogen Mata Katyayini ons allen beschermen en zegenen met al haar eigenschappen, al haar kwaliteiten die wij ook zo goed in ons leven kunnen gebruiken. Ik sluit af vandaag weer met een mantra nu gericht aan Mata in deze verschijning. Ya Devi Sarva Bhuteshu Ma Katyayini Rupena Sansthita Namastasyai 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 Namo Namaha. Ik wens u een hele fijne Navratri-dag wederom en tot de volgende video. Jai Ma, Jai Bhagavati Ma, Om Shanti, Shanti, Shanti Hari Om.